je zin, zo'n slimme jongen. Huh? Waar is hij nou? Hij is een baby, hij kan niet zo heel ver zijn. Waar ben je? Auw, er ligt hier te veel speelgoed. Ik moet maar eens opruimen. Ben je hier? Ik kan je horen. Waarom is hij zo goed te verstoppen? Misschien in dit keukenkastje? Stop, niet wegrennen! Hebbes, eindelijk! Geef mama eens een knuffel. Ik moet iets vinden zodat je niet meer kan wegrennen. En deze speelbox is het perfecte idee. Eens kijken of je nog kunt wegrennen. Hier had ik eerder aan moeten denken. En nu kan ik terug naar mijn boek. Dit werkt heel goed. Oh, deze vond je vroeger ook wel zo leuk. Nu mag iemand anders ermee spelen. Iets te zoet voor mijn smaak. Mijn potlood! Wat heb ik jou ooit misdaan? Laat het slijpen beginnen. Kijk deze coole dingen. Net een veertje. Mama, kijk nou eens. Dat is best wel cool. Wacht, ik heb heel veel potloden. Dit wordt geweldig. Kijk ze eens allemaal. Ik heb elke kleur van de regenboog. Klaar voor nog meer potloden. Mama? Geen kleuren meer, lieverd. Wacht eens even. De oplossing staat recht voor mijn neus. Ik doe gewoon deze lampjes in de doos. Mooi, hè? En nu wat plastic folie over de bovenkant. Zorg dat de randen goed afgesloten zijn. Zag je hoe ik dat deed? En nu de echte magie. Strooi de suiker over de folie. Ga door tot het er zo uitziet. Doe dan het licht in de kamer uit en gebruik je vingers om coole patronen te maken. Lieverd, kom hier. Huh? Wauw, dat is zo cool. Je kunt tekenen wat je maar wilt. Dan teken ik mijn lievelingsdier. Ik wist dat je dit leuk zou vinden. Het werkt niet. Gewoon een beetje harder blazen, schat. Zo, mama? Mijn boek! Het is doorweekt. Gedraag je, lieverd. Maar mama, mijn bellen zijn gebroken. Ik heb vandaag al een douche gehad. Oeps, sorry, mama. Hij is nog maar een kind. Adem in. Het is oké. Ik vind dit speelgoed niet meer leuk. Ik weet al wat ik kan doen. Een momentje. Zoveel bellen. Dit is wat ik nodig heb. Dit ziet er perfect uit. Kijk wat mama heeft. Oeh, mama, het is een varken. En hij maakt bellen. Wauw. Zo spannend. Ga er maar mee spelen. Dit is geweldig. Dit is echt heel leuk. We zullen voor altijd beste vrienden zijn. Dankjewel, mama. Graag gedaan, lieverd. En nu kan ik mijn boek lezen. En ze leefden nog lang en gelukkig. Welterusten, lieverd. Hij is zo'n schatje. Ik moet stil zijn. Wat was dat geluid? Mama? Hallo? Nom, 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 nom. Waarom een mes gebruiken? Ik ben in hemel. Weer! Oh-oh. Het is niet wat het lijkt. Mama, niet alweer. Je moet dit gebruiken. Haal de waterfles uit de dispenser en vul het dan met Nutella. Dat zou genoeg moeten zijn. Bevestig de dispenser aan de waterfles. Mama, je kwelt. Draai de dispenser om en leg een stuk brood op de bodem. Knijp erin.
een lekkere snack zonder troep. Hier komt het vliegtuig. Oh, sop. Sorry, mama. Zo lekker. We moeten het eens hebben over je Nutella-verslaving, mama. Dat was een goed potje, mam. Ja, lieverd. Oh, pluisje. Je ziet er zo schattig uit in je hondenkraag. Daar ga je. Wat is er met je haar gebeurd? Het lijkt net alsof je in een bosje bent gevallen. Laat maar. Ik denk dat iemand in bad moet. Oh, in bad gaan? Mijn ogen, ze branden. Laat het stoppen. Nee, niet weer. Ik vind het fijn om te kunnen zien. Oké, dat gaat niet werken. Wacht even. Pluisjes hondenkraag. Die is van mij. Dit brengt me op een idee. Ik denk dat dit zou kunnen werken. Mam, wat ben je aan het doen? Ik plaats de kraag over je petje. Dan zet ik je haar in de goede plek. Dit is niet heel modieus. Hoe zijn we hier beland? Mam, weet je zeker dat dit gaat werken? Geen plotselinge bewegingen, lieverd. Ik kan nog steeds zien. Zie je wel, alles gaat goed. Laten we dat haar wassen. En nu smoel ik het af. Dat kietelt. Dat is mijn meisje. Auw, dit doet zo'n pijn. Mama, mama, help me. Wat is er? Oh jee, gaat het met je? Arme schat, wat is er gebeurd? Oeh, niet aanraken, mama. Mama zal goed voor je zorgen. Wacht eens even, ik heb een idee. Mag ik je telefoon even? Ah, pop it. Zo verslavend. Mama? Ik ben aan het bloeden. Hey! Wat? Oh, sorry. Ik ben zo terug. Wauw, geeft ze wel om me? Mama, daar ben je. Hoe is het met mijn meisje? Kijk eens wat ik voor je heb. Deze zijn voor je ellebogen, voor je knieën en we mogen je hoofd niet vergeten. Wauw, dank je mama. Nu kan ik van mijn skateboard afvallen zonder dat het pijn doet. Je ziet er fantastisch uit en veilig. Mag ik nu weer gaan spelen? Natuurlijk, ga je gang. Mijn mama is de beste. Wee! Kijk mijn nieuwe oorbellen. Wauw, sterren, zo cool. Ik wou dat ik zulke mooie oorbellen had. Doei, doei. Het is niet eerlijk. Ik heb nooit mooie dingen. Dit snoepje zal de pijn wat verzachten. Wacht, dit snoepje brengt me op een idee. Dit zou wel eens kunnen werken. Ze zien er redelijk goed uit. Die hou ik voor de gek. Ik heb mijn snoep op mijn oren geplakt. Hallo, lieverd. Hoe is het op school? Papa, ik wil mooie oorbellen. Geen zorgen. Papa is hier voor je. Ik heb alleen deze pennen en een perforator nodig. Als eerste pak je een plastic bakje en teken je er wat fruit op. Knip de fruitvormpjes voorzichtig uit. Gebruik de perforator om een gaatje in het plastic te maken. Leg ze op een bakplaat en stop ze in de oven. Als ze gekrompen zijn, haal je ze uit de oven. Doe een oorbelhaakje door het plastic. En je hebt mooie oorbellen. Tada! Alsjeblieft. Zo cool! Ik kan niet wachten om ze in te doen. Het is zo lastig om te kiezen. Kersen! Deze zijn perfect. Dank je, papa. Hier, neem deze. Je hebt het verdiend. Deze past wel bij me. Staat goed bij mijn ogen. Hé, hey, knapperd. Mijn tekening is bijna klaar. Deze pen is stuk. Misschien als ik eraan lik. Dat werkt nog steeds niet. Dit is zo irritant. Stomme pen, ik wil mijn tekening afmaken. Voorzichtig, schatje. Dan probeer ik de roze. Dit werkt ook niet. Oh, dat ging maar net goed. Oké, wat is er aan de hand? Ik kan mijn tekening niet afmaken. Mijn stiften werken niet. Nou, dat is echt een probleem. Hoe zou ik het op kunnen lossen? Ik weet het al. Mama maakt alles weer beter. Snel. Neem een nat doekje en vouw het doormidden. Plaats het doekje vervolgens op een strook tape. Leg een wattenstaafje op het doekje. En dan oprollen.
Zorg ervoor dat je de watjes vrij houdt. Rol de tape eromheen en knip er dan af. Druppel nu de gekleurde inkt op het wattenstaafje. Het natte doekje zal de inkt absorberen. Een snelle en simpele pen. Alsjeblieft, lieverd. Wauw, ik kan weer tekenen. Dankjewel, mama. Dit is perfect. Ik ga de zon tekenen. Dat is prachtig, lieve schat. Dit is zo leuk. Oeh, dit is leuk. Ik kan niet stoppen met poppen. Zo schattig. Kijk die kleine handjes eens gaan. Zo snel. Wie heeft er trek in pasta? Van al dat gepop heb je vast honger gekregen. Te druk, hè? Misschien heb je wat interessanters nodig? Ziet dit er lekkerder uit? Nee, dank je. Zo kieskeurig. De oplossing was hier al de hele tijd. Ik weet het. Als eerste hebben we kokend water nodig. Een klein beetje voedselkleurstof. Oeh. Nu komt de pasta. Ga er maar in, jongens. Als ze helemaal zacht zijn, haal je ze eruit met een keukentang. Kijk deze superleuke kleurtjes. Lunch is klaar. Misschien bevalt dit iets beter? Huh? Het zijn poppetnoedels. Ik verga ineens van de honger. Je bent de beste mama ooit. Ik ben zo blij als je dat zegt. Je kunt me niet dwingen. Kom nou, lieverd. Je moet je handen wassen. Ik wil het niet. Mijn eentje en ik gaan er vandoor. Kom terug, jij. Kon je maar vliegen, eentje. Voorzichtig, eentje. Auw, mijn voet. Er ligt overal Lego. Het enige wat ik doe is opruimen. Wacht even. Doe wat geleizeep in een kommetje. Smelt de zeep en voeg er voedselkleurstof aan toe. Een klein druppeltje zou genoeg moeten zijn. Roer de zeep en verf door elkaar. Zorg ervoor dat het gelijkmatig gemengd is. Zodra dat gebeurd is, giet je de zeep in een groot Lego blokje. Zorg dat je niks morst. Vul het blokje helemaal tot de rand en doe hetzelfde met de andere kant. Laat het dan hard worden. Draai het blokje om en verwijder de zeep. Leuke, kleurrijke zeep. Wat vind je ervan? Lego zeep? Geef hier! Goed zo, ga maar fijn mee spelen. Wauw, er zijn verschillende kleuren. Laten we de gele eens proberen. Dit is leuk. De vijand komt dichtbij. Ik moet dekking zoeken. Paf, 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 paf. Bedtijd, jonge dame. We gaan je weer helemaal schoon krijgen. Nee. Geraad. Heel grappig, jongeman. Wacht even, dit brengt me op een idee. Maak badtijd leuker door een kom te vullen met zuiveringszout en citroensap. Doe er dan wat voedselkleurstof in. We willen dat dit kleurrijk is. Giet vervolgens olijfolie erin en meng het door elkaar. Uiteindelijk krijg je een mengsel dat er zo uitziet. Perfect! Vul een vorm met het mengsel en gebruik verschillende voedingsstofkleuren om verschillende kleuren te maken. Doe het mengsel in de vorm en druk het stevig aan. Herhaal dit met een tweede vorm en druk ze tegen elkaar aan. Haal het nu uit de vorm en je hebt een zelfgemaakte bruisbal. Jared, kijk wat ik heb. Huh? Wauw, laten we spelen. Paf, paf, paf. Ik krijg je wel. Oppassen, mama. Ik ga me hierachter verbergen. Tijd voor mijn geheime wapen. Wow. Kijk, mama. Het water verandert van kleur. Wat mooi. Hier is er nog eentje, lieverd. Oeh, het creëert bubbels. Het is geweldig, mama. Ik wil elke avond een bad. Heel slim. Oh. Ik neem er wel één. Goede keuze. Alsjeblieft. Hier, Betty.
Laten we gaan, lieverd. Lekker! Wacht even, lieverd. Ik moet even opnemen. Hallo? Ahoy, wat leuk dat je belt. Mama! Dat deed ze toch niet? Ik geloof je niet. Oké, Betty. Mijn lolly! Ik kan hem maar beter oprapen. Het ziet er vies uit. Waar is mijn ballon gebleven? Nee, kom terug. Het spijt me, ballon. Waarom gebeuren er slechte dingen met goede mensen? Betty, wat is er aan de hand? Oh, ik bel je terug. Het komt goed, lieverd. Mama lost het op. Het is een noodgeval. Fijn om zaken met je te doen. Ik had op de universiteit moeten blijven. Ik moet voorkomen dat dit weer gebeurt. Ik zal het lint om de lolly wikkelen. Dat moet goed zijn. Alsjeblieft, Betty. Wauw, dankjewel, mama. Kijk, mijn ballon vliegt niet meer weg. Oh, heel fijn, schat. Ik ben zo blij. Mama? Mama lost het op. Oeh. Dat was apart. Wauw, kijk nou. Ik wil ook basketballer worden als ik groot ben. Wat is al dat lawaai? Oma probeert te slapen. Moet je deze kamer eens zien? Wat een troep. Ik ben tv aan het kijken. Jongeren van vandaag. Ik ruim het wel even op. Wacht maar tot ik dit aan je moeder vertel. Oh, oh nee, mijn rug. Help oma eens even. Wacht, wat is dit? Ik weet een manier om deze kamer opgeruimd te houden. Ik bevestig deze basketbalring aan de muur boven haar speelgoeddoos. Kijk eens, wil je... Wat zeggen de kinderen tegenwoordig? Een balletje gooien? Cool! Ga je gang! Die was raak, ik wil het nog een keer doen! En oma hoeft niet meer op te ruimen. Tjoe! Gezondheid! Oh, snoep. Ik ga mezelf trakteren. Dit voelt niet goed. Mijn tanden, ze zijn weg. Dit is leuk. Kijk, oma. Nee, mijn tanden. Dat was alles. Graag gedaan, oma. Kurt, ik ben thuis van boodschappen doen. Wow, ik vlieg. Nee, ik val. Dat deed pijn. Wat gebeurde er? Snoep? Ik heb iets nodig tegen deze hoofdpijn. Oh, aspirine, dat heb ik nodig. Nou, ik ga maar snel deze troep opruimen. Er ligt overal snoep. Er komt geen einde aan. Deze formule is een persoonlijke favoriet van mij. Mag ik er even bij? Sorry, doe maar alsof ik er niet ben. Zo, weer helemaal schoon. Ga maar weer verder. Ik heb je dinosaurus. Bleh. Lieverd, heb jij deze troep gemaakt? Nee, mama. Je hebt een snoepje gevonden. Hoe ga ik dit nou allemaal opruimen? Wacht eens even. Neem een medicijnverpakking en verwijder alle pillen. Vul het dan met snoepjes. Neem wat aluminiumfolie en plak de achterkant ermee dicht. Zorg dat je de randjes goed aandrukt. Klaar, een zelfgemaakte snoepdispenser. Kijk, schat. Pak je snoep allemaal voor jou. En geen rommel. Dank je, mama. Deze is voor jou, mama. Mijn favoriet. Tijd om te gaan, lieverd. Mama moet de slechterikken gaan vangen. Leg het speelgoed maar neer. Je moet je jas aandoen. Dank je, mama. Je bent zo'n grote meid. En een zware meid. Iemand houdt erg van eten. Dit is een leuk spel, mama. Oeh, volgens mij heb ik een hernia. Oké, doe je laarzen aan. Cheryl, kom terug. Kijk haar eens rennen. Ze is zo'n schatje. Misschien kan ik mijn handboeien gebruiken. Nee, dat zou me een slechte moeder maken. Wel. Handen uit elkaar. Ik ben onschuldig, agent. Ik heb niks verkeerd gedaan.
Ja hoor, die heb ik vaker gehoord. Je gaat mee naar het bureau. Dat brengt me op een idee. Ik heb deze handafdrukken nodig. Ik knip ze uit in cirkels. En plak ze op de muur. Hey mama. Laten we een spelletje spelen. Als je je handen op de muur zet. Oké. Dit is gemakkelijk, mama. Kijk, ik doe het al. En wat nu, mama? Blijf daar, lieverd. Je doet het heel goed. Ja, zo is het gelukt. Je hebt gewonnen. Echt waar? Ja! Oké, nou is het tijd om te gaan. Heb je er zin in? Je kijkt er al weken naar uit. Ik hoop dat we haaien gaan zien. Laten we gaan. Ik hoop dat je je duikbril hebt meegenomen. Dicht. Hoe heb ik dat kunnen missen? We gaan wel een andere dag, schat. Oh, soms is het leven gewoon niet eerlijk. Maar zo is het leven. Wat kunnen we eraan doen? Laat me dat eens zien. Als ik deze dingen erin stop, dan wordt het iets heel interessants. Wauw! Het is onze eigen octopus. Ik vind hem zo leuk. Hij kan ook onder water zwemmen, zie je? Verbeelding is heel bijzonder. En mama's ook. Vroom, vroom. Oh, deze kamer is een puinzooi. Hoi mama, ik weet het. Ik moet er vandoor, maar ik wil dat als ik terug ben dat deze kamer opgeruimd is, begrepen? Maar, oké, Nana. Dit is de grootste toren in de wereld. Oh nee, mama is terug. Ik moet iets doen, snel. Deze stofzuiger gaat van pas komen. Een sok. Wacht, dit zou kunnen werken. Ik plaats de sok over de stofzuigerslang en zuig vervolgens alle Lego-stukjes op. Zo kan ik ze snel oppakken, zonder dat ze verloren gaan. Nu moet ik alleen de sok er nog afdoen. Wauw, dat is heel veel. Ik moet het verstoppen. Wat heb je dat goed gedaan? Huh? Oh, dit? Ja. Je hebt de tractatie verdiend. Dank je. Hoi jongens, kom snel binnen. Snel. Dus dit is mijn vader. Laten we een foto van hem maken. Wat? Ik probeer de krant te lezen. Lieverd, alsjeblieft. Dit werkt niet. We hebben een filter nodig. Deze perforator is precies wat we nodig hebben. Ik gebruik hem om gaten te knippen in het papier. Dat zal het verschil maken. Precies wat ik nodig heb. Laten we het nieuw proberen. Kun je dit vasthouden? Schijn gewoon een zaklamp op het papier. Joehoe, papa! Dat is veel beter. Hey, jij, hier komen. Ik ben hier niet blij mee. Probeer dit eens. Doe een strookje gekleurd papier over de lamp van je telefoon en plak hem op zijn plaats en je bent klaar voor een selfie. Wauw! Lachen! Dit is geweldig! Dit is de betere manier om selfies te maken. Oh, ik weet niet wat ik anders moet doen. Gewoon een klein hapje, lieverd. Nee, ik wil het niet. Het is vies. Oh, ik weet het. Ik zal je dit speeltje geven. Nee. Prima. Hoe zit het met al deze poppets? Ik heb er al één. Zie je wel? Hou ze. Oh, ik heb het geprobeerd. Wat dacht je van deze koffer vol met geld? Denk eens aan al het snoep wat je kunt kopen. Oh, zoveel geld. Nee, je kunt me niet omkopen. Je bent wel moeilijk om zaken mee te doen. Ik wil het niet. Wow, wat mooie keuken. Dat was leuk. Ik wil met mijn zeemermin spelen. Een zeemermin? Dat brengt me op een idee. Om de maaltijden leuk te maken heb je alleen een lepel en wat boetseerklei nodig. Maak de klei plat. Wikkel het dan door het handvat van een lepel en vouw het eromheen.
Klei vervolgens de onderkant van de vorm in een vissenstaart, zoals dit. Gebruik vervolgens gereedschap om wat details aan de staart toe te voegen. Teken voorzichtig in de klei met het gereedschap. Het ziet er goed uit. Laten we nu de visschubben toevoegen. Begin bovenaan en werk naar beneden langs het handvat. Denk eraan om niet te diep te gaan. Laat het gereedschap rustig over de klei heen gaan en als je dat eenmaal hebt gedaan, zet je de lepel op de bakplaat en schuif je hem in de oven. Dit zal de klei bakken en uitharden. Haal het uit de oven en laat het afkoelen. Verf tot slot de klei zilver. Ik hoop dat dit werkt. Wauw, een zeemerminlepel. Het is zo magisch. Goed gedaan. Hi, lieverd. Papa. Hi, schat. Hier is je ontbijt. Ugh, ik eet dit niet op. Niet weer. Zo vader, zo dochter. Nee, dit gaat niet werken. Tekenen is zo leuk. Oeh, dit is mooi. Ik moet wel binnen de lijntjes blijven. Lieverd, het is tijd om in bad te gaan. Nee, ik wil niet. Ik ben aan het tekenen. Wat zeg je nou? Jij gaat in bad nu. Nee, hou op, mama. Hoe kan het dat je zo sterk bent? Er moet een manier zijn om haar in bad te krijgen. Misschien kunnen deze waskraaitjes helpen. Lieverd, kijk eens wat ik heb. Huh? Oeh, waskraaitjes. Die wil ik wel. Kom ze maar halen. Waskraaitjes. Oké, alsjeblieft. Nu kan ik nog meer mooie dingen tekenen. Ik vind badtijd leuk. Kijk, mama. Dat vind ik niet mooi. Dat is beter. Tijd om eruit te komen. Nee, dat wil ik niet. Ik wil hier blijven. Niet alweer. Wat een dag. Laten we naar mama gaan. Hi, heb je een leuke schooldag gehad? Je schoenen. Je hebt ze verkeerd om aan. Hey mama. Hallo schatje. School was saai mama. En werk was ook saai. Wat is er vanavond? Nou, je bent in ieder geval thuis. Dus doe je schoenen uit en ga maar lekker spelen. Jippie, ik ga tekenen. Dit vraagt om een snelle oplossing. Ik weet precies wat ik moet doen. Haal de zooltjes uit de schoenen. Print een stripfiguur uit op een rond papier en knip deze doormidden. Doe wat lijm op de andere kant van het papier. Plak vervolgens de linkerkant van de stripfiguur op de linker binnenzool. Doe hetzelfde met de rechterzool. Doe de zooltjes weer in de juiste schoen en nu kun je gemakkelijk van links naar rechts onderscheiden. Waarom ga je niet naar buiten spelen? Ja! Mama, er zit een grappig konijn in mijn schoen. Dat is beter. Wauw, dit is zo gemakkelijk. Het is je geluk, lieverd. Grote meid. Iets klopt niet helemaal. Wacht eens even, ik kan dit wel. Mijn schoenen, ze kijken naar me. Misschien als ik... Phew, dit is lastig. Ik heb het! En als ik ze omdraai, ja, dat ging maar net goed. Ik had bijna verschut gestaan. Zo, veel beter. Tot snel, mama. Ik ben zo gezegend met zo'n lief gezin. Tom, maar lief. Oké, lieverd, doe maar open. Nee, het is vies. Je moet je tanden poetsen, schatje. Oké, kijk eens naar deze mooie eenhoorn. Nou, mama, laat me eens kijken. Wacht even, dit is een tandenborstel. Je hebt me voor de gek gehouden. Ik heb hier geen tijd voor. Ik weet al iets. Deze steentjes kunnen misschien van pas komen. Voor deze tip heb ik alleen decoratieve kiezelstenen en een cartoontekening nodig zoals deze. Doe wat lijm op de steentjes en plak ze dan op de tekening. Herhaal dit tot je een mond vol tanden hebt. Gebruik een pen om vlekjes op de kiezelstenen te maken. Het lijkt erop dat ze vergeten zijn om te flossen. Lieverd, wil je een spelletje spelen? We moeten al deze tanden helemaal schoonpoetsen. Wauw, mam, deze tanden zijn zo vies. Kijk, mama, ik kan dit. Ze zijn helemaal schoon. Misschien moet ik mijn tanden ook poetsen, mama. Goed idee, hier is je tandenborstel. Ah, hé,
helemaal klaar. Doe je mijn haren borstelen? Dus, wat heb je voor mijn lunch meegegeven? Een burger? Eeuw, deze appels zijn aan het doodgaan, mama. Onhandige plastic trommel. Wacht eens even. Deze elastiekjes zijn voor meer dingen geschikt dan alleen haar. Geen rotte appels meer voor ons. Let goed op. Eerst snijd je de appel. Zie je, daar zijn de plakjes. Maar ik ben nog niet klaar. Het elastiekje gaat eromheen. Yep, deze heb ik helemaal zelf gemaakt. Betty, lieverd, ik heb verse appelschijfjes voor je. De picknick kan beginnen. We hebben een perfecte plek uitgezocht. Ik heb zin in appel, mama. Ik hoop dat je van vers houdt. En nu het moment van de waarheid. Zijn deze vers genoeg voor je? Wauw, heb jij die zojuist gesneden? Niemand kan appels snijden zoals jij, mama. Dank je, lieve schat.